Hallo lieve kijkers van Aletje Vlogs. Ik ben Aletje Vlogs. En vandaag is er een nieuwe video. Ja, ik ben een beetje verkouden. Gisteren en eergisteren was mijn stem anders. Nu niet, dus daar ben ik blij mee. Maar echt, ik heb knalde hoofdpijn. Maar ja, dat komt wel goed. En vandaag heb ik lekker gewerkt. Dus dat vond ik wel fijn. En nu ben ik lekker aan het uitrusten. Ik was muziek aan het luisteren. En toen ging ik... vlogs kijken van YouTubers. Van mijn grote voorbeelden. En straks ga ik lekker eten. Als dat lukt met mijn keel. En lekker weekend houden. Dus daar ben ik wel blij mee. Want dan kan ik even lekker in het weekend even lekker uitzieken. De paardjes waren op vakantie. Die komen vanavond terug. Dus daar ben ik echt blij mee, want dan zie ik ze maandag weer. Dus dan zie ik mijn lievelingspaard weer. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik hoop dat ik dan me iets beter voel. Dat ik gewoon maandag naar mijn werk kan. Dat ik gewoon mijn lievelingspaard kan zien. En de andere paarden natuurlijk, want die heb ik ook wel gemist. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En in het weekend weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Waarschijnlijk, ik ga ook regelen met mijn stiefmoeder dat ik... En zijn knol heeft een pop-up winkeltje bij de Jumbo bij Stappengoor. Dus ik ga regelen dat ik daar naartoe kan, want hij is wel echt mijn lievelings-YouTuber. En ik wil eigenlijk wel een... Ja, ik wil eigenlijk toch wel iets van hem kopen. Zoals bijvoorbeeld een t-shirt of een trui of een armbandje of zo. Ik kijk dan wel. Dus ik hoop dat ik daar naartoe kan gaan. Zal wel druk zijn, want andere fans gaan er ook natuurlijk toe. Dus het zal wel druk zijn. Als ik daar naartoe kan gaan, kan ik proberen om te filmen. Maar ik weet niet dat ik in die winkel mag filmen. Maar ik kan het wel proberen als ik daar naartoe ga. Dus dat komen jullie dan ook te zien als ik daar naartoe ga. Ik weet niet op welke dag ik daar naartoe ga. Dan ga ik straks even aan Anou vragen. Zo heet mijn stiefmoeder. En ja... Verder weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik in het weekend ga doen. En ja, ik ga gewoon lekker relaxen en zo. En ja, verder ga ik vandaag niet zoveel doen eigenlijk. Eten en relaxen en een beetje uitzieken. En verder niet zoveel eigenlijk. Dus ja. Ik dacht toch van, ja, ik ga even een video maken, want het is wel een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Want soms vergeet ik dat, zeg ik eerlijk, of ik heb er niet zo zin in. Sorry daarvoor trouwens. In het weekend ligt eraan wat ik ga doen en dat ik het dan kan filmen voor jullie. Dus dat moet ik bekijken, maar... Er komen sowieso wel vlogs aan en leuke dingetjes. Dus ja, dan weten jullie dat. En ja, ik hoop dat jullie deze video toch leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op me als je niet abonneert op het moment. Dat zou ik echt super tof van jullie vinden. Druk even ook op het belletje als je geen video's van mij wil missen. Geef even hieronder als je dat allemaal hebt gedaan. Dat zou ik echt super tof van jullie vinden. En ja, dan zie ik jullie in de volgende video. En dan zeg ik altijd tot later.